Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft een programma om de private sector te helpen om te helpen. De private sector moet helpen om de DCE te helpen om de economie te helpen om te data seka sonita de producte di data mei hela de son di data mei musude awan qualitative fasi hende kaita de musude awan bunu fasita sembe sabai de u hobroik. No, intellectual property is one of the major things that in the past, particularly in the past 20, 30 years, have become very important factors for the economic success of companies, yeah? Particularly those ones that introduce new products onto the market, new innovations, new processes. Yeah? And it is actually a topic that may be perceived by many as very legal, which it is, yeah, and very abstract, but in the end it is also very tangible. Yeah? Few people know about that, and few people know how to make IP work even for small companies and that help them succeed in their business environment in the country but also abroad. Den bedrijven die den sidong takyanga den na Odaniewa, Melk Centrale NV, Fernandez Group of Company, Home Foods, Nimos, nanga a ministerie voor regionale ontwikkeling. Waar we ook heel erg naar op zoek zijn, zijn die bedrijven die normaal net onder de radar blijven. Die je eigenlijk die mensen niet kennen, maar wel heel interessante dingen gebeuren. Ook vanuit een IP-perspectief. Dat wat voor Suriname heel erg relevant is, is bijvoorbeeld de traditionele kennis. De vele traditionele kennis die hier aanwezig is en waar vaak in het buitenland veel geld mee wordt verdiend. Met Surinaamse kennis. Dat is kennis die heel erg onder de radar is, maar die beter kan worden beschermd. Wat we al wel weten is dat we één workshop heel specifiek voor scientists gaan organiseren om de mensen aan universiteiten en hogescholen meer basic tools te geven over hoe om te gaan met IP, ook in hun eigen onderzoek. Hele basale vraagstukken, maar wel heel erg relevant. We hebben één workshop eigenlijk voor het hele domein. Dat is onze kick-off workshop. Dat had ik eigenlijk het eerste moeten noemen. Die gaat begin november plaatsvinden. Waarin we heel veel uitleg gaan geven over hoe werkt dit nu in emerging economies. We hebben een collega die werkt in Afrika veel. We hebben collega's die werken in andere Latijns-Amerikaanse landen veel. En die komen hier naartoe om uit te leggen wat hun ervaringen zijn in andere landen met dit soort processen. En wat Suriname daarvan kan leren, zodat Suriname eigenlijk snelle inhaalslag kan maken. Daarnaast gaan we een workshop organiseren, SEC voor bedrijven. Dus om echte IP-tools te geven aan bedrijven. En te zorgen dat bedrijven wat meer up-to-speed kunnen komen. De ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de OWTNC hebben de passage bakaki naar de hoge kutu kude sembe data woko a de vuilstortplaats en de sembe data loko soni u de kamia teka de tatuwe sunju we biga soni natawa kabunu a de kamiaki. De moeder de kai Claudia Madsen a jakwa afesita di kutu aki hoi ude luku soni udi kamia teka de ta tuwe sunju. Teku nou nou no ornami bou henda di kamia teka de ta tuwe sunju. Mano kagi de hia udi lo pisi kamia aki. No de kamei moiti a de ting de afesita ko ucha toka ko a di pisi aki. De ke mei moiti ta di kamia aki musu toka maso seitu di son de kai controller musu komode a di kamia aki. Het doel hier van de bijeenkomst is dat nu er studies gedaan worden om te komen tot een sanitaire landfill. Als ik het zo mag vertalen, is dat we op dit moment een open dump hebben. En dat we daarna streven om binnen korte tijd, binnen een paar jaren, over te gaan tot een gecontroleerde stortplaats. Op dit moment wordt het vuil gedumpt. We hebben een kleine achterstand in het afdekken. En vanaf juli zullen we weer dagelijks afdekken. Zodat
de omwonende gemeenschappen minder last hebben van de stank en vliegen. Dikio de kai Derek Noordam, da wa milieu deskundige, no hense ide adilope wo kwa kitu. Atakita de ta lukusoni u di milieu. En de kai ta de ta mi ondosuku, fa musudeta tedio me di nyunyu kamiaki u tuwe sunyu, no di go musutan gusontu. Maso se itu de sembedeta de adipisi watana de se musutan gusontu. Dat is echt het biologische en het fysische deel, bodem, land, water, heb ik uitgevoerd. En ik heb daar een analyse van gemaakt wat de milieueffecten zijn van de geplande stort. Dus het is niet een onderzoek van de situatie van de huidige dumpsite, maar het gaat over de toekomstige landfill, de stortplaats. Wat we hebben gevonden, we waren eigenlijk een beetje verrast dat we toch minder verontreinigingen vonden dan we verwacht hadden aanvankelijk. We hebben gekeken naar de bodem, we hebben gekeken naar het water en de verontreiniging rondom het gebied van de landfill, dus nogmaals niet op de dumpsite zelf, maar rondom de dumpsite, daar was de verontreiniging minder dan we verwachten. En er was maar in 2 keer sprake van een overschrijding van standaarden. We hebben onze bevindingen vergeleken met de aanpak zoals het plan zoals dat ligt voor de landfill. En onze conclusie is dat eigenlijk de meeste problemen die er te verwachten zouden zijn in verband met het biofysisch milieu nogmaals, dus niet het sociale milieu, dat daarvoor maatregelen zijn ingebouwd in het nieuwe project. We hebben wel een paar aanbevelingen nog, namelijk van zorg ervoor dat er rondom de stortplaats een zone vrij blijft van bebouwing van 250 meter. Zodat als er iets zou gebeuren dat er toch nog een zekere buffer is dat de mensen niet beïnvloed kunnen worden. En verder hebben we voorgesteld om een fysieke bufferzone rond de stort te maken die bebost is. De grootste problemen zoals we die hebben gehoord van de mensen in het gebied, dat zijn dat ze last hebben van stank, dat ze last hebben van rook en dat ze last hebben van vliegen. Resulta di kamia teka de tatue sunju, no de kemi moitita de tapa di basu sefien, webiga de nasi wata de tade ade sunju di de tatue namusu kulego adi gon basumo usakago adi para rifir di saide, webiga wan lio saide de kai para lio. No limbo wata emosu kulego adiliyo aki mano de nasi wata udisunju namosu go adiliyo aki dendu. De plannen die omvatten het idee om te zorgen dat de nieuwe stortplaats op geen enkele wijze verontreiniging veroorzaakt naar het milieu of overlast naar de omwonenden. En daarvoor zal gezorgd worden dat de onderkant van de stortplaats wordt afgedicht met een ondoorlaatbare laag, zodat het lekwater uit de stort in de toekomst niet meer naar het milieu gaat, maar wordt afgevangen en dan wordt gezuiverd. En na zuivering als schoon water weer in de rivier gezet wordt. De tweede is dat de stortplaats zal ook stortgas ontwikkelen. Normaal gaat dat naar de lucht in, maar wat wij doen is dat afvangen. En daar zit methaan in. Dat methaan dat is schadelijk voor het milieu, dus dat zullen wij verbranden. Dan krijg je kooldioxide en dat is aanzienlijk minder schadelijk voor het milieu. De nieuwe stortplaats komt eigenlijk tegen de oude aan. Dus wat we willen doen is die oude dump een nieuwe vorm geven, zodat die wat effectiever is. En dan tegen een van de zijkanten gaan we al de bodem van de nieuwe stortplaats doen. Dus de oude wordt dan helemaal afgedekt met een toplaag eroverheen, zodat je daar ook geen last meer van hebt. En daarnaast in dat schiereiland wat gevormd wordt door de Pararivier, daar zullen we dan verder gaan met een nieuwe, maar dan de gecontroleerde stortplaats. Ons project duurt ongeveer een krap jaar. Dus in onze studie doen we alle onderzoeken en maken we ook een gedetailleerd ontwerp. Maar plannen voor het aanpakken van Ormani-bureau die bestaan al veel langer. De eerste plannen zijn misschien al 20 jaar geleden gemaakt. 10 jaar geleden is ook een nieuw plan gemaakt. En de uitdaging is ook daarom, als de plannen klaar zijn, dat we samen met de overheid, met de regering, ook naar goede financiële oplossingen zoeken om te zorgen dat er ook echt geld beschikbaar komt om de plannen te realiseren.
Een delegatie van die regering die bedrijf koos zijn bij u natuurlijke hulpbronnen, koos het ministerie van Binnenlandse Zaken, met die wat go adesea u samaka. De bigwala go van koos zijn bij u die pisiwa taala, u luku en die dadee fuka die deabi. Anastasia Poki, die de kuma hoofdbeleidsmedewerker ACBB en de Centraal Bureau voor Burgerzaken, tjakwa fesita awai seita adesea bij de dadee adi pisiwa taala, biabi dio kasi uchakwa afesi andida de fukaude dide abi. Di moyaki dide maude hei sembe adi ministeri ubenelansa saka chakwa afesi ta de sembe udipisi wata usama kala biabi dio kasi uchakwa afesi dade gangomi de biguala andida de fuka dide abi adipisi wata ude. Nou di sonde de wan pisi soni. Ik mag in principe tevreden terugblikken naar de missie die we gevoerd hebben naar het boven Suriname gebied, daar de hoofdverantwoordelijke van het ministerie zelf in de persoon van de minister zich heeft georiënteerd in het gebied, de problemen heeft aangehoord. De problemen waren niet echt onbekend, maar het is altijd belangrijk als de bewoners al daar zelf hun zegje mogen doen, dat ze gehoord worden door de minister. Dus ik mag echt wel tevreden terugblikken. De minister is ook ingegaan op al de onduidelijkheden, de opmerking en de vragen die gesteld zijn door de bewoners al daar. En de minister heeft ook zijn toezegging gedaan. En ook de plannen die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het gebied voorgehouden aan de bewoners. En ik merk ook dat er van start is gegaan om invulling te geven daaraan. Adi plan die de mei, nou wa kanto UCBB musuko na Asinopo Kujumu. Di kanto die de adebike, nou sonife mususeka awamo bonofasi. En de kaita di wosu de ade, koboko nou de musu meen seka awamo bonofasi. De bestaande bureaus voor burgerzaken al daar willen we willen ook ervoor zorgen dat die goed onderhouden worden. Het bureau voor burgerzaken te Dibike is aan renovatie toe. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een technische dienst. Dus deze afdeling heeft ook al een oriëntatiebezoek gebracht aan het bureau voor burgerzaken te Dibike. De belangrijke zaken zijn al in kaart gebracht. Dus we wensen natuurlijk te werken aan deze zaken. Het onderhouden van de bestaande bureaus voor burgerzaken en het opzetten van een bureau voor burgerzaken te doen. Deze zijn bij Udipisi Wata Usama Kala. Chakwa afesi ta de ke awanlo otokonde kanto UCBB itu. Nou, de ministerie van Binnenlandse Zaken, TDPC, oto akicha kwa foto uko wegiluku e adefanoudu ude museka di lopisi wokwa. U begrijpt dat we als ministerie een verantwoordelijkheid hebben. Het is dan ook belangrijk om na te gaan de bevolkingsdichtheid van dat gebied waar de mensen een bureau voor burgerzaken wensen te hebben en ook de ligging ten opzichte van het aangewezen bureau voor burgerzaken waar de mensen burgerzaken in orde moeten maken. En afhankelijk deze zaken gaan we dan in een rijtje moeten zetten om na te gaan hoe relevant het verzoek is.